Mijn vader was zeeman op de Grote Vaart. En daar gaat alles natuurlijk over vaartuigen. En we hebben nu gereden met een van zijn voertuigen. Hij heeft wel verschillende merken auto's gehad. Maar in het leven wat ik me kan herinneren van vroeg aan tot zeg maar recent, is de rode draad toch wel zijn voorliefde voor BMW's. Het begon met een 2002 Ti. Een prachtige oranje variant, maar die ken ik eigenlijk alleen maar van foto's. Daar heb ik geen herinneringen meer aan. Kort daarop kocht hij de auto zoals we vandaag gebruikt hebben. In groen een 320 viercilinder. En vervolgens, weer een aantal jaren later, een E30. Een E30 die ik op dit moment ook nog steeds in mijn bezit heb. Niet de zijne, maar wel zijn voorliefde voor die auto's. En het feit dat ik zoveel jaar in die hele compacte auto's opgevouwen heb mogen zitten, bracht de voorliefde mee dat ik nog steeds zo'n auto heb. Vele herinneringen zijn er omdat wij op wintersport gingen met de auto, met z'n vieren. En ik was al vrij snel 1,80 meter plus, dus opgevouwen achterin, samen met mijn zus. Met alle spullen die je meeneemt, dat is een hele andere situatie dan we nu met allerlei budget flights op vakantie gingen. Maar ook wintersport, met skis en al dat soort zaken allemaal meenemen. Allemaal opgevouwen. Mijn vader was ook 1,90 meter, net zoals ik. Het was een hele gezellige bedoeling. Maar met veel plezier hebben we al die lange ritten meegemaakt. Als zeeman was hij de meeste maanden van het jaar weg. 7, 8 waren geen uitzondering. En als hij dan in de buurt was, en de communicatie was niet met WhatsApp, telefoon, etc. Dat ging met telegrammen destijds. Als hij in de buurt was, dat is Hamburg, Le Havre, misschien wel Marseille. Wij wisten dat hij daarna afgelost werd. Dan gingen we vaak met de auto naar Le Havre of Lille, Marseille. En dan ging de auto aan boord, werd hij getakeld. En dan voeren we de laatste week, zeg maar, voeren we met hem mee tot Hamburg. En Hamburg gingen we met z'n allen van boord. En dan reden wij naar ons huis. In die periode was er geen Schengen, geen EU, etc. Dus als wij 's nachts, kan me nog herinneren, vanuit Hamburg naar Nederland reden, dan reed je met z'n allen in dat kleine BMW'tje, met z'n vieren weer volgepakt met koffers op het dak. Want mijn vader was maanden weg, dus van heel van die hele grote koffers op de Imperiaal. Reden wij door Duitsland, door het nachtelijk Duitsland heen. Kwamen we bij de grens aan in Zwarte Meer, dat ligt in Drenthe. Op een of andere manier werden we dus aangehouden. Ik denk dat de douaniers zich verveelden of zoiets. Maar we moesten stoppen en de koffers moesten van het dak af. Alles moest doorgezocht worden, alles moest bekeken worden. En mijn vader liet dat heel gelaten, gewend om met douanes en douaniers om te gaan in de hele wereld. En mijn moeder zei toen, stelletje etters. Wij deden net als we sliepen achterin en wij hoorden dat nog als kleine blonde muizen. En dat hebben we dan maanden later nog wel vaker gezegd, stelletje etters, als wij het ergens niet mee eens waren als mijn moeder ons een berisping gaf of ons opvoedde. Het is juist nu zo leuk dat ik de gelegenheid heb om in deze auto te rijden, waar ik vroeger alleen maar achterin zat. Op één moment na, dat was tijdens een wintersport, dat mijn vader, met wie ik natuurlijk een hele fijne en prettige relatie heb, zeker nu, maar dat de twee koppigheden botsten. En ik demonstratief wilde weglopen, wat ik natuurlijk niet durfde. Ik wist dat het rechter portier open was. Het slot was kapot. Dus ik ben, weggelopen zijnde, snel in de auto gaan zitten, deur dicht, en heb daar minimaal vier uur gezeten. En naar het dashboard gestaard en dan maar aan gevoelens en al die knopjes, et cetera. Totdat mijn ouders hun koppigheid op zouden geven, of mijn vader zijn koppigheid zou opgeven, om mij te gaan zoeken en op te halen en uit die auto te trekken uiteindelijk. Maar daardoor, als ik nu weer deze auto stap, dan herken ik al die knopjes weer, omdat ik daar zo lang heb gezeten.